Wanneer u op 25 mei het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende politici op de kieslijsten. In Actua Kandidaat laten we u kennis maken met enkele opvallende kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp aan u voor te stellen. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat-politici om u te vertellen wie ze zijn. Ik ben Alexandra Darchambault, ik ben 22 jaar en ik zit momenteel in mijn laatste jaar rechten op de Universiteit Antwerpen. Op 25 mei sta ik op de lijst voor de provincie Antwerpen op de 6e plaats voor de Kamer voor Open VLD. In 2012 nam ik voor het eerst deel aan de verkiezingen, waar ik er meteen werd verkozen als districtsraadslid in Wilrijk en daar ook momenteel fractievoorzitter ben. Ik ben heel geïnteresseerd in staatsrecht en arbeidsrecht, want dat is wat ik momenteel studeer. Welke quote hebt u gekozen? The price of liberty is eternal vigilance van Thomas Jefferson. Dat heb ik gekozen omdat als liberaal ik denk dat we vaak vergeten dat vrijheid iets is dat wij hebben verworven allemaal gedurende tijden, maar dat je dat indien dat je er niet meer op let, dat je dat vanzelfsprekend vindt, dat het ook snel kan verdwijnen. Momenteel beginnen we meer en meer camera's bijvoorbeeld op straat te zetten en mensen zien dat als vanzelfsprekend dat we nu overal worden gevolgd. En zeggen ook van ja, maar als ze niks verkeerd doen, dan is dat toch geen probleem mee. Maar ik denk dat de mensen eigenlijk, iedereen, kritisch moet blijven staan tegenover die vormen van privacy. Dat het eigenlijk heel belangrijk is om verder dus voor die vrijheid te blijven gaan. En dat het niet zomaar in je leven binnensluipt zonder dat je weet. Ja. Ik heb dat gekozen eigenlijk vooral omdat ik ben in de partij gegaan omdat ik dacht dat dat het beste bij mij aansluit. Maar ik wist nog niet veel over het liberalisme zelf. En ik heb enorm veel geleerd de voorbije 2 jaar. Ook binnen Jong VLD. Dat was zowat mijn leerschool samen met LVSV. Dat zijn inderdaad dingen waar ik zelf ook niet bij stilstond. En ik denk vooral dat het nu belangrijk is voor de maatschappij van nu, van de jeugd van nu, dat ze beseffen bij alles wat er nu is van sociale media, dat het eigenlijk, dat wordt allemaal wel ergens bewaard, al die informatie. En we weten allemaal niet wat ermee gebeurt. En ik denk dat er misschien in de toekomst wel iets gevaarlijks kan zijn. En ik denk dat de jongeren nog steeds bewust moeten worden van alle gevaren en dat privacy iets eigenlijk heel belangrijks is. Stapt u in de politieke strijd? Ja, wij waren thuis eigenlijk helemaal niet zo politiek geëngageerd. En ik begreep vroeger ook het nieuws niet. Dus voor mij was dat allemaal heel moeilijk. Maar vanaf ik eigenlijk rechten ben beginnen studeren, dan begin je voor het eerst die staatsstructuren inderdaad te leren eigenlijk. En je ziet hoe alles in elkaar zit. En ik had in het begin, vanaf eigenlijk dat ik rechten studeerde, begon ik naar het nieuws te kijken op een andere manier. En dan begin je kritisch denken en je kwikt je eigen kritische geest. En ik vind het inderdaad eigenlijk triest dat ik als ik rondom mij kijk, mijn vriendinnen en mijn vrienden begrijpen in het algemeen echt niet waar ik mee bezig ben. Ze begrijpen letterlijk niks van politiek en al hebben zij ook ooit een diploma, is dat voor hun allemaal ver van het bedshow. En ik denk dat het belangrijk is om ook reeds al in het middelbaar die kritische geesten van de jongeren eigenlijk te kweken. En voor mij was dat een aanzet om dat blijven, om dat echt te doen. Dus, ik had eigenlijk mijn eerste lidkaart aangevraagd toen ik 17, 18 was. Dat was na de verkiezingen in 2009. Maar ik heb toen de betaling nooit gedaan. Je weet nog amper hoe dat PC-banking werkt. En ik wou dat zo zelf betalen. Dat was niet aan mijn mama om te doen. En dus was er nooit van gekomen. En dan is dat eigenlijk zo wat na de verkiezingen wat blijven liggen. Hè. En dan uiteindelijk in 2012, net voor de verkiezingen, via de jeugdraad waar ik zat, hebben ze mij gecontacteerd om op een lijst te gaan staan. En toevallig was het net de Open VLD die mij contacteerde. En dan heb ik gewoon gezegd van ja, waarom niet? Ze komen nu naar mij toe. Ik heb eigenlijk geen excuus meer om het te laten liggen. En ik ben er gewoon voor gegaan. Dus, ja. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Eigenlijk de reden waarom ik echt politiek geïnteresseerd ben geworden ook, was ik ben opgegroeid in Capelle. En ik herinner mij als kind om alle verkiezingsborden te zien bij Dirk van Mechelen in het groot. En dan heb ik hem maar recent ook maar echt leren kennen. En ik zei tegen hem van ja, en ik kijk echt op naar u en ik zag u elke dag als kind. En dat was mijn grote voorbeeld, zeg maar.
En als je dan ook ziet welke kennis dat hij allemaal heeft over al die dossiers. En ja, ik zou echt, ja, als ik op een dag evenveel kennis als hem zou hebben over bepaalde zaken, denk ik dat ik een heel tevreden mens zou zijn. Hij weet echt waar hij mee bezig is. En dat is voor mij altijd mijn grote voorbeeld geweest. Hè. Dat is het blauw bastion, de kapellen, zeg maar, dat er nog steeds staat. En we kunnen niet veel meer over meespreken momenteel. Dus, buiten Dirk van Mechelen, nu momenteel heb ik mensen leren kennen dus binnen de partij zelf. Zoals bijvoorbeeld Willem-Frederik Schultz en Philippe de Bakker, die eigenlijk nog beide zeer jong zijn. En toch al in een parlement en een zetel in het parlement hebben. En, dus ik vind dat eigenlijk echt... Ja, ik vind dat iets om naar op te kijken, om op die jonge leeftijd toch al veel te hebben kunnen verwezenlijkt hebben. Wat ik echt bij Willem-Frederik Schultz heel leuk vind, is dat groen accent dat hem zo legt. En dat is heel apart voor hem eigenlijk ook. En niet alleen omdat hij samen is met Freya Perijns, maar gewoon omdat hij ook de fiets neemt om er naartoe te gaan, wat je niet zou verwachten van zo'n type liberaal. Hè. Hij gaat er heel bewust mee om en ik vind dat heel interessant om ook inderdaad in die ideeën te kunnen volgen eigenlijk. En, ik kan me daar eigenlijk echt wel mee vinden, ja. Wat zijn uw politieke interessegebieden? Momenteel, ik sta wel op de Vlaamse lijst, maar vind ik onderwijs heel belangrijk. En vooral omdat dat dan uitwerking heeft op dan het beleid van de tewerkstelling. En wat ik heel belangrijk vind, en dat zouden ze er zeggen van, dat is heel raar voor u, want je bent zo jong, maar dat is een pensioenen. Ik denk dat we met een groot infarct gaan komen, indien dat inderdaad mensen vroeger op pensioen gaan blijven gaan. En ik heb eigenlijk eerlijk gezegd schrik voor mijn generatie. Ik heb geen zin, het is niet dat ik geen zin heb, ik wil langer werken. Ik heb daar geen problemen mee, maar dan vind ik ook dat de mensen die nu op pensioen willen gaan, dan ook een steentje moeten bijdragen, denkende aan onze generatie die anders nog langer gaan moeten werken. Dus voor mij is dat heel belangrijk. Dus niet alleen om het pensioen van de huidige generatie veilig te stellen, maar ook van onze generatie te kunnen veiligstellen. En dat gaat enkel indien dat de ouders en de grootouders rekening gaan beginnen houden met hun kinderen en kleinkinderen. En voor mij is het... ik weet dat dat een onpopulaire maatregel is. We gaan allemaal langer werken, maar we gaan sowieso allemaal langer werken. En ik vind niet dat wij gestraft moeten worden door het beleid dat de voorbije jaren gevoerd is geweest. En ik ben blij dat er eindelijk terug wat verstrenging aan het komen is wat betreft het vervroegd pensioen en dergelijke meer. En ik hoop gewoon dat die trend kan blijven gevolgd worden. Natuurlijk niet in alle beroepen kan men verder langer werken. Maar er zijn andere oplossingen voor dan ze gewoon van de arbeidsmarkt te gooien. Dus voor mij is dat iets heel belangrijk. En dus die aansluiting van het onderwijs beter op de arbeidsmarkt en dat je ook met die bijscholing constant, dat je na je 50 jaar niet gedevaloriseerd wordt, dat je nog altijd een evenwaardige werknemer bent als de rest en niet zomaar op straat gaat. Ik denk dat dat een pakket is dat je samen moet nemen, dat je niet zomaar kan opsplitsen in Vlaams of federaal. En daarom vind ik eigenlijk heel die loopbaan gewoon in het algemeen heel belangrijk. Ja. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, waar ik dus spontaan aan denk, is dat nu dus de Vlaamse regering veel meer bevoegdheden heeft gekregen na de staatshervorming. En dat is, ik hoop nu echt oprecht dat die bevoegdheden goed gaan gebruikt worden. En in die zin kan men zich misschien de vraag stellen of het wel nodig was om al die bevoegdheden over te hevelen. Want misschien dat er dingen inderdaad toch beter functioneerde op federaal niveau. En ik denk dat wij nu te veel focussen op de decentralisatie in plaats van wat is eigenlijk het beste voor de mensen. Waar zijn wij het best mee gediend? Dat maakt dan niet uit op welk niveau het gebeurt. Maar we moeten niet per se uitgaan van dat gedachtegoed om alles Vlaams te gaan regelen of alles federaal te gaan regelen, maar gewoon uitgaan van wat is het beste niveau om het uit te voeren. En dat kan evengoed de lokale steden en gemeenten zijn. Want ik denk dat zij dichtst bij de mensen staan. En ik zie dat ook als districtsraad zit in Wilrijk. Wij hebben heel weinig bevoegdheden, vooral omdat wij nog ondergeschikt staan aan Stad Antwerpen.
En je wordt verkozen en je denkt dat je de wereld kan veranderen. En dan besef je dat je eigenlijk buiten het goedkeuren af en toe van een minder valide parking, dat voor de deur komt bij mij aan spreken. Een straat die wordt heraangelegd, maar heel van de tijd gaat het dan om een gewestweg of een stadsweg. En je stuit eigenlijk constant op muren. Dus als er één iets is wat ik denk dat we enorm moeten verbeteren, is die samenwerking niet alleen op het Vlaamse niveau, maar ook met de steden en gemeenten. En dat er minder... Hoe minder niveaus er eigenlijk nog onderling bestaan, hoe minder communicatieproblemen dat er zijn. En ik denk dat dat momenteel het grootste probleem is, dat er geen communicatie is. Je staat op en er staat iets nieuw voor je deur en je weet niet wie dat heeft uitgevoerd. En dat is iets heel lastig om mee om te gaan. En ik denk dat we moeten beginnen nadenken over het feit of we al dan niet, in plaats van alle bevoegdheden ook aan het Vlaams niveau te geven, ook meer aan de steden en gemeenten te geven. Omdat zij best weten wat de mens nodig heeft. Wat hoopt u te bereiken na 25 mei? Goh, ik weet dat momenteel plaats 6 van de Kamer niet per se de meest verkiesbare plaats is. Omwille van de peilingen die momenteel dus, laten uitschijnen dat er niet veel zitjes in Antwerpen zullen worden verdeeld. Maar ik doe dat ook niet per se voor mezelf. Hè. Ik bedoel, we staan allemaal samen op een lijst om diezelfde ideeën te gaan verdedigen. En wie dat er ook verkozen mag zijn. Ik ben er zeker van dat hij zijn werk heel goed gaat doen. Indien ik zelf verkozen ben, ja, mirakel. Maar ik dacht dat ook heel rijk, je weet maar nooit. Dus ik sluit het zeker niet uit. Maar ik studeer dit jaar af. Ik heb al werk gevonden voor in september. Dus ik ga mij sowieso daarop focussen ook. En samen dus achter de schermen dan echt bouwen aan de partij en zien dat we er dan over 5 jaar inderdaad terug staan. Ik wil mij verder inzetten, ook in Wilrijk zeker. Maar ja, ik sluit niks uit, hè, dus we zullen wel zien. Hè. Go with the flow. En. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ah, ik heb dus mijn scoutsdas meegenomen. Scouts deed ik eigenlijk heel mijn leven, net voor de politiek. Ik ben gestopt in 2012, dus net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was niet bewust, dat was eigenlijk vrij toevallig. Maar Scouts heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik ben vandaag. Ik neem graag verantwoordelijkheid op mij en dat houdt dus nu ook in voor de politieke verantwoordelijkheid. Dat heeft zich dan daarin vertaald. Nieuwe uitdagingen, dat past daar ook zeker in. Altijd ja, recht voor je doel, er gewoon voor gaan. En voor mij is dat wat Scouts voor mij betekent en nog altijd zal betekenen in het verder verloop van mijn leven. Ik denk dat iedereen die een of andere jeugdbeweging heeft gezeten, altijd dat bij zich draagt, hè, voor de rest van zijn leven. En daarom heb ik ook mijn das meegenomen, omdat die nog altijd rond mijn bed hangt. En als ik ga slapen, kan ik er nog altijd naar kijken en zeggen wat een fijne tijd. En die waarde, ja, die blijf je gewoon in je houden. De vriendschappen, samenwerken, ook met mensen waarmee je misschien in het dagelijks leven niet mee zou samenwerken. Ik denk dat dat heel belangrijke waarden zijn die je aan iemand kan bijbrengen. Ja.